Ik maak vandaag een gerechtje dat jullie snel en eenvoudig kunnen klaarmaken om de mama te verrassen voor Moederdag. We beginnen met de uien. We gaan die pellen. Ik heb gekozen voor de witte zoete ui. Van de onderkant van de ui snij je best nog een stukje af, zodat die mooi kan blijven rechtstaan in de ovenschaal. En dan wiebelt hij niet. We snijden het topje eraf. Dat gebruiken we later nog. En dan gaan we ze uithollen. Dat binnenste snijden we straks fijn. We hollen eigenlijk uit, zodat er ongeveer 3 laagjes overblijven. De uitjes zijn uitgehold en die gaan nu in de pot met kokend water ongeveer een 10-tal minuutjes, tot ze zo half gaar zijn. Intussen snijden we het binnenste van de ui fijn en ook de pancetta. Na ongeveer 10 minuutjes mogen we ze afgieten en dan laten we ze afkoelen. We snijden de pancetta ongeveer hetzelfde als de uitjes, in kleine blokjes, waar we dan de ajuinen mee gaan opvullen. Nu doen we olie in de pan, daar gaan we dan de ajuin in aanstoven en dan doen we de pancetta erbij die ook gewoon mee wordt aangestoofd. We kruiden met een beetje zout. Niet te veel, want pecorino is op zich ook al heel zout. En een beetje zwarte peper. En nu snijden we een stukje pecorino ook in kleine blokjes. En dan mengen we allemaal mooi onder elkaar. En nu gaan we onze ajuintjes opvullen. Ik heb hier nog een beetje paneermeel met gehakte peterselie gemengd. Dat doen we daar bovenop. En dan, als het dan uit de oven komt, dan is het een beetje krokant. En een mooie afwerking. Voordat het in de oven gaat, doen we er nog een klein beetje olijfolie bij. En dan zetten we het in een voorverwarmde oven op 200 graden. Ongeveer 20 minuutjes. De ajuintjes zullen klaar zijn. Dus die gaan we eruit halen. Zo, ik ga nu de mama's maar verrassen. Fijne Moederdag.